dit boek gaat over de irritaties die altijd op de loer liggen als we samen zijn. Dat komt door het leeftijdsverschil en dat zij ouder wordt. Herhalingen, het hele tijd ritselend rondlopen, dezelfde dingen doen. Nou, tegelijkertijd is het ook een vrouw die zich manmoedig door het leven slaat. Ze schrijft ook regelmatig in kranten bij stukjes van mij van er klopt weer niks van. Of moest je dit nou opschrijven? Dat vind ik dan op de tafel. Aantekening aan haarzelf is dat dan. Ze heeft een knop waarop ze kan drukken als er iets gebeurt. Per ongeluk drukken op die knop gebeurt best vaak. Ik zou wel een knop willen hebben voor als zij per ongeluk op die knop drukt. Het is vooral een verslag van de laatste 5 jaar van mijn moeder, sinds ik over haar schrijf. En het zijn vooral kleine dingen die een grote rol spelen in haar leven. En dus ook wel een beetje in mijn leven.